Een rondje maken. Absoluut. Een rondje maken. Mag heel even de aandacht. Lisbeth, kom even hier even bij me staan. Sylvester, kom even hier bij me staan graag. Graag bij me hebben. Want ik wil jullie natuurlijk als allereerste van harte welkom heten op de presentatie van jouw boek. Sylvester, met een voorwoord van Lisbeth List, die zometeen het eerste exemplaar in ontvangst zal nemen. Maar ook natuurlijk een enorm hartelijk welkom voor jullie allemaal. Vrienden van auteur en vrienden van Ramses, neem ik aan. En ontzettend leuk dat jullie in zo'n grote getale hier aanwezig zijn. Nou ja, ik ben van een generatie die is opgegroeid met Ramses Shaffy. En ik als jongetje van 6 of 7 heb ik natuurlijk, zoals ik velen van jullie, hoog Sammy, kijk omhoog Sammy gezongen. En mezelf ook al een Sammy gevoeld in de provincie. 30, 40 jaar geleden. Ja, dat kunnen jullie wel iets bij voorstellen. Annemarie Oster ook, geloof ik, zo te horen. Dus dat begint eigenlijk bij velen van ons, is dat al heel vroeg begonnen. En als later Amsterdammer heb ik ook, zoals velen van jullie denk ik ook, een speciale herinnering aan Ramses. Iedereen heeft wel zijn eigen anekdotes over Ramses Shaffy. En zo was ik als jonge student, woonde ik op de Laagkadijk en frequenteerde ik nogal het café Confianza. Dat was een café daar op de hoek met alleen TL-licht. En vaak als ze de cafés waren, je had toen nog het 8-3 cafés, ik weet niet of dat nog bestaat, maar in die tijd had je dat nog. En dan ging om 2:30, 3 uur gingen de gordijnen dicht. En meestal tegen die tijd kwam dan Ramses Shaffy binnen en was ook gesecondeerd door een cherubijnachtige man, ik weet niet, misschien is hij hier nog, in een bontjas en die kwamen met z'n tweeën, ik zie ze zo nog binnenkomen. Hij woonde toen in de tijd op een boot achter het Centraal Station. En van daaruit, of voordat hij daarheen ging, kwam hij dan even bij Confiance, dan kwam hij nog wat drinken en uiteraard voor ons zingen. En dat was natuurlijk voor een jongen uit de provincie in de grote stad, was het natuurlijk heel bijzonder om op die manier mee te maken. En later, 20 jaar later, toen verhuisde ik naar Herengracht 289. En dat is dus naast Herengracht 287. Hè, waar is dat zo? Ramses in de tijd, ja, dat is nog steeds zo. En waar Ramses Shaffy in de tijd woonde. En die had de gewoonte om, want dat nakbraken dat zat toch in hem. En ik was intussen een jonge vader en die... Dan kwam hij s'nachts ook weer laat thuis en dan ging hij op zijn piano spelen en dan klonk dat zo op die binnenplaats zo omhoog. En dan begon die baby te huilen natuurlijk en dat was heel ellendig, maar je kon toch nooit. En de volgende dag als hij af en toe iets van zei van is dat allemaal nodig en zo, dan kon hij zo onschuldig en charmant aankijken dat je nooit boos op hem kon worden. En dan dronken we weer met Sylvia de Leur, zijn buurvrouw, en met Ramses gezellig een drankje erop. En dat was mijn herinnering aan Ramses. Dus ik vond het ontzettend leuk toen dat wij in de gelegenheid werden gesteld om een biografie over hem uit te kunnen geven. En die heb ik hier in mijn hand. En daar wil ik Sylvester enorm mee feliciteren dat hij dat tot zo'n goed einde heeft weten te brengen. En ik wil hem graag daarmee meteen het woord geven om het eerste exemplaar aan te bieden aan degene die aan mijn rechterhand staat, Lisbeth List. Dank jullie wel. Bedankt. Ik wil ook jou bedanken en alle andere mensen hier bij Prometheus die me in de gelegenheid hebben gesteld om dit te maken. Want ja, ik heb de afgelopen jaren een website bijgehouden en dat was ook heel leuk om te doen. Vooral vanwege alle reacties die je daarop krijgt. Waaruit blijkt hoezeer die leefde de afgelopen jaren. En ook de afgelopen 2 jaar, toen blijfelijk was overleden, maar toch nog altijd voortleefde en nog altijd voortleeft. Maar ja, zo'n boek, dat is natuurlijk toch nog veel en veel mooier. Dat ziet er, dat ik vind het ruiken en ja, inderdaad de kast pakken en gewoon openslaan zodat de computer eerst moet worden aangezet. Dus ik ben hier ontzettend blij mee en ook blij met de grote opkomst, want ja, zonder
Ik heb heel veel mensen geïnterviewd natuurlijk voor dit boek. En zonder al die verhalen had ik nooit geschreven kunnen worden. Dus ook jullie allemaal heel erg bedankt. En met name Lisa Vist natuurlijk, die niet alleen het voorwoord heeft geschreven, maar ja, ook altijd mijn vragen beantwoorden. Altijd klaar stond om mijn vragen te beantwoorden. Ik heb je plakboeken mogen inzien. En niet te vergeten alle brieven die Ramses jou in de loop der jaren geschreven heeft. Soms gedichtjes, soms gewoon leuke kattenbelletjes, soms op drankrekeningen. In een heel klein schrift, soms enorme vellen met enorme uithalen. En dat was allemaal heel interessant en leuk om te lezen. Ik heb er ook uit geciteerd. Ben je eruit gekomen voor jouw gevoel? Voor mijn gevoel wel, maar of dat echt zo is, dan moet ik blijven. Goeie vraag. Voor mijn gevoel wel. En dan nog een gevoel. Dat gaat het doen. Maar in ieder geval, ik ben blij dat u, ja. Vanmiddag leeft Ramses natuurlijk weer voort, gewoon door alle mensen die hem gekend hebben en met elkaar praten. Ik zal het verder niet meer te lang maken nu, maar jou gewoon het eerste exemplaar overhandigen. Ja. Nog eventjes voor jullie. Ja. Zingen! Rappen! Dat doe ik op het toneel. Toeval bestaat niet, dames en heren. In 1965, toen Ramses mij had ontdekt en wij het toneel opgingen met elkaar, ben ik alle knipsels en foto's gaan verzamelen. Uit ijdelheid. Ik kwam uit Vlieland, scheiden, weet ik veel wat. Complexe. En ik stond naast die prachtige Ramses Shaffy. Dus dat moest bewaard worden, ijdelheid. Later, tot en met nu heb ik die knipsels allemaal bewaard in boeken waar hij het al over had. Later dacht ik, ja, dit is iets anders. Het is gewoon als je later in het Rosa Spierhuis zit. Dan heb je eindelijk tijd om te zien via die boeken wat je allemaal gedaan hebt. Shaffy en List en gesepareerd ook. Totdat ik dacht, sinds ik Sylvester ken, die mij ooit een interview heeft gemaakt voor de dakloze straatkrant, dacht ik. Ja. Geeft niks. Zij zijn dus vrienden geworden en hij vertelde al met internet, waar ik geen verstand van heb, maar hij is dus geen, wil je dit even doen? Ik heb gehoord dit, ja. Totdat hij zei van, ik mag een biografie maken van Ramses Shaffy. En de uitgeverij is Prometheus. Toen dacht ik, zo, dat zit goed. En toen dacht ik, daarom heb ik al die plakboeken tot en met nu bijgehouden. Omdat jij alles zo bij de hand zou willen kunnen hebben om, als je iets moest weten. Nou, dankzij jou is dit boek er, een monument van Ramses de Zoveelste. Dank je wel, Sylvester Hoogmoed. Dank u wel, Prometheus.